hebben een fantastisch pop-up museum gemaakt dat we straks allemaal gaan bewonderen. Het is toch fantastisch als een school hier in Zutphen gewoon zoiets doet. Ja, kunst gaat voor mij over het vertellen van je verhaal. Hè. En deze school geeft de kans aan haar kinderen om dit te laten zien. En wat zij voelen bij een museumstuk. Ze hebben objecten gekozen waar je tegenwoordig ook zeg maar, een hedendaagse equivalent van hebt. Het zijn hele herkenbare situaties die ze in beeld hebben gebracht met oude objecten en met nieuwe. Het hele leerjaar 1 en 2, die doen mee. En die hebben dat helemaal zelf georganiseerd. Ja, wij mochten niet daar in het depot komen, maar zij wel. Het depot is opslag van het museum. We hebben met een paar mensen hebben we het uitgekozen. Uit het Stedelijk Museum zitten. En dan zijn we eens kijken wat we in het museum wilden hebben. En toen hebben we alles opgeschreven en alles opgemeten met de mensen van het museum zelf. Dus eigenlijk elk kind heeft wel een rol of een rol gehad. Hartverwarmend wat kinderen uitkiezen en wat voor verhalen er dan bij komen en hoe ze willen helpen. Dat is een brandweeremmer uit rond 1800. Dat is een kies die heeft van mammoet en die heeft hier rondgelopen in Zutphen. Dit is je beachkoopticket. Machine. Er zijn natuurlijk zoveel mooie objecten in jullie museum, maar er is één pronkstuk, heb ik begrepen. Dit is een schooltas uit rond 1800, een hout schooltas. We vonden het allemaal heel speciaal. De afdeling groen heeft een hele mooie groene boog gemaakt met een mooie groene haag ertussen. 3, 2, 1!